Was er nog wat op tv deze week? Kassie kijken met Ron Vergouwen. Afgelopen tv-week werd toetbekend Nederland in het zonnetje gezet. Na de huldiging van de Ajax-selectie afgelopen zondag was het de beurt aan prinses Maxima. Er keken maandag 2,5 miljoen mensen naar een vertederend portret van de NOS over de 40-jarige Argentijnse. En och, wat is die jonge moeder toch lekker gewoon gebleven, hè? Sinterklaas kapoentje? Ja? Doe maar, jij begint. Sinterklaas kapoentje, schoor wat in de schoen. Gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Yay! Voor royalty-fans was het smullen geblazen met al die mooie plaatjes. En er waren ook goede vragen van verslaggeefster Dominique van der Heijden. Ja, al weet je van tevoren wel dat je natuurlijk toch niet overal een antwoord op krijgt. Volgt u de discussie over het ceremonieel koningschap? Dat dus de koning niet in de regering zou moeten zitten, maar om het heel oneerbiedig te zeggen, vooral lintjes zou moeten knippen en zo? Nou, volgt de discussie natuurlijk wel, maar dat is iets die op dit moment bij de politiek ligt. En daar kan ik zelf, of daar wil ik niet zoveel aan toevoegen. En ook in Duitsland lag men deze week in katzwijn voor onze Sinterklaas liedjes zingende prinses. Aber natürlich wel op zijn Duits. Als ich meinen Mann zum ersten Mal traf, hatte ich eher das Gefühl, von dem musst du die Finger lassen. Warum? Ich war ein unabhängiges Mädchen, wollte Spaß haben. Ich hatte noch so viel Pläne. En dinsdag meer royalty-verering, zei het TV-royalty, tijdens een speciale uitzending van De Wereld Draait Door. Fred Oster, Bob Royens, Toets Tielemans, Tony Eijk, Lee Towers, Martine Bijl, André van Duin, Patricia Pai, Koos Postema, Jan Mulder, Bert van de Veer, Aleid Renze, Tafeldame, Mies Bouwman. Dit is de 1000ste Wereld Draait Door. De crème de la crème van de beeldbuis was komen opdraven om de loftrompet te laten schallen voor de 82-jarige Willem O'Duis. Met een licht waarneembare spanning, want hoewel hij maar een paar seconden in beeld kwam, de hoofdrolspeler was er zelf ook bij. Natuurlijk hadden wij ook graag met Willem willen praten. Daar is hij qua gezondheid niet meer toe in staat. Maar we hoorden gisteren wel het fantastische nieuws. Hij zegt, ik wil in die studio zijn waar jullie die uitzending gaan maken. Een groot applaus voor Willem en Mary Duis. Het werd een prachtige uitzending, vol met mooie oude beelden. Al vraag ik me toch af, was het nou echt een eerbetoon aan Willem Duis? Of was het toch stiekem gewoon meer een eerbetoon aan Matthijs van Nieuwkerk? Mies Bouwman, die had het wel door volgens mij. Ik dacht, laat ik de oude formule nog maar eens te pakken nemen. En die is? 10 vragen. Je hebt alles, hè? De televisiering? Ja, moet je dat zeggen. Ja. Je hebt kofschijf? Ja. Een lintje? Nee. Heb jij nog geen lintje? Nee. Nou. En nog geen uur na die uitzending deed ook Avro's Opium een duit in het ode zakje. Want daar stond een hele aflevering in het teken van rij te gooien. Ja, ik had even een wegtrekkertje. Hartstikkig. Hij heeft zijn hele leven alles gedaan om de wereld te misleiden. Ik moet zeggen, hij heeft het lang volgehouden een kwajongen te zijn. Dat vond ik ook wel knap. Of is hij dat misschien nog steeds, een kwajongen? Ja, tuurlijk, dat zit in je of niet. Foutje, bedankt. Wederom een mooi portret van een groot acteur. Maar het begint wel op te vallen dat Hilversum steeds meer zijn sterren begint te eren voordat ze zijn overleden. En weet u, dat lijkt me eigenlijk ook stukken beter. Maar zo'n ode-programma, dat begint wel een beetje aan inflatie onderhevig te worden. Zo is het portrettenprogramma Profiel van de KRO inmiddels bij sterren als René van der Gijp en acteur Tycho Gernandt aanbeland. En gisteren werd nog een hele Hilversumse beroepsgroep voor het voetlicht getrokken, namelijk de omroepsters. Ja, gewoon omdat het kan. Dag dames en heren. Dag dames en heren. Dag dames en heren. Goedenavond. Met uiteraard een aantal hilarische omroepsters-anekdotes. Ik heb een keer een brief gehad, dat was eigenlijk niet raar. Dat was eigenlijk wel ontroerend. Het was een brief van een oude mevrouw. Ik had een jurk aan met een beetje een boothals. Nou, heel decent hoor. Maar ze vond dat dat niet kon bij de EO. En ze vroeg me vriendelijk om daar toch eens goed over na te denken. En ze sloot een briefje van 25 gulden in om een net blouseje te kopen. Aan de ene kant wel heel lief. Aan de andere kant denk ik, waar maak je druk om? En gisteren was op Nederland 3 ook nog een ode-programma te zien aan de liefde. In een beetje een merkwaardige thema-uitzending op Nederland 3. En je zou ook nog bijna vergeten dat het ook nog de ereweek was van Annie M.G. Schmid vanwege haar 100ste geboortedag. Niet met de deuren slaan. Ja, zuster. Nee, zuster. Niet op de stoelen staan. Ja, zuster. Nee, zuster. Al kwam Annie's hommage er wel een klein beetje bekaaid vanaf op televisie. Want we moesten het doen met enkel herhalingen van oude programma's en films. Maar desalniettemin, ze werd geëerd. Nou, als u uw naam niet voorbij heeft horen komen in dit overzichtje en u vindt toch dat u daar recht op heeft,
op zo'n ODE-programma, omdat u bijvoorbeeld twee keer meedeed aan Lingo, of omdat Man bij het Hond ooit de dag met u doornam, stuur dan even een kaartje, want dan gaan ze in Hilversum een hele mooie documentaire over u maken. Kassie Kijken met Ron Vergouwen.